Het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname wil de universiteit maken tot een duurzaam geïntegreerd kennisinstituut. Dit gaf Jack Menke, voorzitter van het bestuur, gisteren aan tijdens een persbijeenkomst. Hij informeerde de pers onder meer over de activiteiten van het instituut in de afgelopen 9 maanden. Het nieuwe bestuur zal de universiteit transformeren zodat deze in dienst staat van de samenleving. De pijlers van de transitie zijn vertrouwen, integriteit en solidariteit. In de transitieperiode zal vooral gewerkt worden aan het aangaan van partnerschappen. Een voorbeeld van een goede samenwerking is die met het Algemeen Bureau voor de Statistiek. Uit deze samenwerking is een revolutionair boekwerk voortgekomen, zegt Menke. Binnen ongeveer 10 maanden hebben we met 18 auteurs, ik dacht het grootste, het dikste boek, maar ook een van de meest belangrijke boeken van de Anton de Kom Universiteit geproduceerd. En dit boek is zo'n 1,5 maand geleden gelaunched. Het is Mosaïek van het Surinaamse volk. En het bestrijkt eigenlijk diverse aspecten van de Surinaamse samenleving. En ik kan u vertellen, het boek is bestemd en het wordt ook gebruikt voor het beleid, maar ook voor onderwijs binnen de universiteit en buiten de universiteit. Dit is een van de belangrijke hoogtepunten. Ik neem u mee naar een ander hoogtepunt. Dat zijn de Research Days. De Research Days zijn ook zo'n 2 maanden geleden gehouden. En daar presenteren de docenten en de studenten van de verschillende faculteiten op de universiteit hun onderzoeksresultaten over diverse onderwerpen. Dit was ook heel goed bezocht. Ik zou zeggen, als u meer informatie wil hebben over de Research Days, er liggen documenten bij de betreffende instituten waar u dus eigenlijk ook kan beschikken over alle informatie dus van deze dag. De voorzitter zegt verder dat er ook gewerkt zal worden aan de infrastructuur van de universiteit. Het instituut wordt na 50 jaar eindelijk dichter bij de samenleving gebracht, geeft hij aan. Er is ongelooflijk veel kennis. We komen heel weinig naar buiten ermee. We willen ook dus die brug slaan naar de samenleving. We willen dus ook bundelen. Dus die viering in het licht plaatsen van eigenlijk een veel sterkere link naar de samenleving als het gaat om de resultaten van kennisontwikkeling naar buiten te brengen. Maar we denken dat het ook belangrijk is om die bundeling te maken naar het bedrijfsleven en de overheid. Om aan te geven van dat kennisontwikkeling toch een verschrikkelijk belangrijke pijler is. En eigenlijk een sector die volgens mij, als je dus een ander beleid zou willen voeren of moeten voeren, en je zou het volgens mij moeten doen, dat je kennis, de kennissector, dat de belangrijkste sector maakt. We weten allemaal dat de mijnbouwsector historisch de belangrijke sector is. In dit boekje is ook aangegeven van dat Suriname het op een ander boeg moet gooien. Dat is dus die reden van Danny Latchman geweest. Dat eigenlijk we al vanaf de koloniale tijd, weet je, door tot de onafhankelijkheid, na de onafhankelijkheid, eigenlijk zijn blijven vasthouden aan het stramien van minerale sector ontwikkelen. En op zich is dat niet verkeerd, maar je ziet van wat er gebeurt als je in de minerale sector zit, waar jij de ruilvoet niet onder controle hebt. Dat is een, goed, misschien een economische term, maar waar je eigenlijk niet onder controle hebt de conjunctuur op de wereldmarkt en de prijsbepaling. Dat wanneer de prijzen omlaag gaan, dat je dus met de gebakken peren zit. Aldus Jack Menke, voorzitter van het bestuur van de Anton de Kom Universiteit van Suriname. De universiteit zal getransformeerd worden tot een duurzaam geïntegreerd kennisinstituut.